Kijkers van Joeprev XXL en welkom bij een hele nieuwe game. Ik weet 100% zeker dat jullie deze game nog niet kennen, want deze is nog in alpha en alleen een aantal mensen kunnen dit spelen. En daar ben ik er één van. En ik ben niet alleen, want ik ben met mijn broer Martijn. Zeg maar hallo. Oh. Ja, goed zo. Ik heb al eerder wel eens met hem opgenomen, dat weet je misschien nog van CSGO. En dit is een leuk spel, je hebt money. Je kan inbreken bij anderen en dan kan je geld stelen. En ja, dat is heel leuk. Ik koop even een AK-47. Ja, die ga ik ook kopen. Oh, dat is mijn beste dan. Dat was heel veel money eigenlijk, maar ja. Ik ga even een target doen. Het kan op dit moment nog niet online met z'n tweeën, maar je kan wel iemand anders dus aanvallen. Ik ga nog steeds met mijn pistool die zo stil is, want... Ah, ja. Kun je niet twee meenemen? Nee, volgens mij niet. Volgens mij kun je een pistool anders ga ik het testen. Ik heb tactiek... Oh. Ik liep nou serieus gelijk terug tegen dat gelddingetje. Ik kom met $0 terug. Hij zijn nog steeds balance loading. Oké, wacht. Oh, nou heb ik serieus geen wapen geëquipt. Dan is er echt iets mis met jouw account of zo. Wat is er mis met... Ik ga hem even opnieuw opstarten. Ik ben weer ingelogd. En... Mijn muis was net weer eens geglitcht. Equip... Nee, ik kan maar één wapen equippen. Ah. Nou, dan doet hij weer uren laden, maar ik wil terug naar die. Oké, attack. Waarom val ik de hele tijd Upsilon aan? Upsilon. Is dat zo'n beetje de enige speler of zo nog? Wat? Die Upsilon. Ik niet, dat is de beste voor jou, denk ik. Ik heb hem straks ook al helemaal leeg geroofd. Oké, wacht. Die was in zijn hoofd. Oké. Nou gaan we de kluis open doen. Als je het niet snapt. En die gaat dan aftellen. Ik wacht even 5 minuutjes. Probeer ik hem nog een keer op te starten. Misschien doet hij het dan wel. Oké, ik moet gewoon niet hier door deze deur. Want hier zit iemand achter. En dan, als ze dat zien, dan gaan ze me pakken. En als deze open is, kan ik geld jatten. Als ik die doodschiet hiervoor, dan ziet de camera het. Dus dan komt er meer beveiliging en zo. En deze hier is geen camera nog. Maar ik vind het wel een cool spel. Ik heb het net al even gespeeld. Misschien krijg ik hem vanavond nog afgeëdit. Oké, de kluis is open. Nee, staat hij zo groot voor het raam zo. Hij ziet echt helemaal niks, hè? Hij ziet niks. Ga ik hem in zijn hoofd schieten? Nee. Ik laat hem leven. Oké, ik ga hacken. En dan laat ik even zien een paar keer hoe dit gaat. Je kan typen, je kan ook wachten. Oh, shit. Je kan typen, dat gaat sneller. Maar je kan ook gewoon wachten en dan krijg je ook wat je wil. Weet je nou dat mijn spatie welk is? Zo klinkt het. Oh, shit, ze hebben me door. Shit. Toch wel. Ja, soms wel, blijkbaar. Ah! Ah! Shit. Snel die gozer hier doodschieten. Oké, nu snel naar de auto. Ik heb 5600 gestolen. Dan had ik net gewoon een glitch of zo dat ik zoveel kon jatten. Oké, ik ga even naar mijn safe house, jongens. En dan kies ik wat. Echt zo en niet. Ik kies een backdoor. Ik heb nou ook een camera en een backdoor. Dus het is heel moeilijk binnenkomen nu. Een beetje onmogelijk binnenkomen al. Want op beide plekken staan camera's. Bij de ingangen.
Moet ik nog één mailtje sturen? Ik koop. Oh, wacht ik. Ik kom dus nog een keer of die doet. Ik heb al de langste aantal kluizen erin. Wat is backup response time? Oh, dat is, Hoe snel ze arriveren. Ik ga naar 20 cent. En ik wil. Oh, ik heb niet genoeg cash. Om Vault Timer naar 10 te gooien. Laten we nog één keer doen. En dan is deze aflevering af. En ik denk dat ik dan een. Ja, ik maak zo meteen ook nog even een extra giveaway video. Waar ik deze kan. Waar ik. Hoe heet het? Spel, de beta testing versie. Kan weggeven eentje. Er zit nog niet zo heel veel in. Hij wordt veel groter. Maar ik denk dat er ook niet zo heel veel mensen in het spelen. Daarom kom ik waarschijnlijk tegen Upsilon of zo. De hele tijd. Oké, geen held kwijt. Kijk hoe lang ik het nu volhoud met het hacken. Timer is voorbij. Oké, we gaan weer jatten. Ja. O, I, P, L, I, P, I. Laat maar, ik hoorde niet jouw spatiebalk of zo. Dat was gewoon dit ding. Oh. In het programma, als je zo'n toets indrukt, klinkt het net alsof een toets ingedrukt wordt. Je hoort mijn type niet. Nee, ja, soms hoor ik jouw type, maar niet vaak. O, I, N, P, P. P, I, P, N, J, U, I, I, U, U, K. We wachten tot de video eindigt. Kom nog maar 30k dus. Dat maakt er niet uit. Ja, maar dan is het raar als je ineens weg bent aan het einde van de video. De website? Zal ik die zeggen nu? Stuur maar naar mij op Skype. Als ik het dan proberen eruit knip. Of niet eruit knip bedoel ik. U. C. M. Ik krijg geen geld meer. Dat is een bug. Je kan niet hoger dan 289 verdienen. 289.000? Ja. Zoveel? Ik bedoel 289. 1000? Ja. Wacht eens, wat? Is mijn money geglitcht of zo? Ik heb ineens 28.000. Oh, dat is minder dan je zei. Wacht, wat? Ik snap er niks van. Ik snap het niet. Volgens mij stond hij net op 28.000. Ik bedoel 289.000. En nu ineens 28. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga even kijken hoeveel money ik dan heb. Nee, hij zegt 48.871 maar. Oké, okay, lol. Maar dit was de video van vandaag. En ik zeg dan bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.